Het 8 uur journaal met Hennie Stoel. Goedenavond. Het nieuws van woensdag 6 juli. Verrassende benoeming. Kok, informateur. Na oproep Tjeenk Willink om padstelling te doorbreken. En klachtenregen over herkeuringen WAO'ers. PvdA-leider Kok is zojuist door koningin Beatrix benoemd tot nieuwe informateur. Kok had tot 6:30 vanavond een langdurig gesprek met de koningin en haar naaste adviseurs. En de verrassende uitkomst daarvan is dus zijn benoeming. Vanochtend had de nu oud-informateur Tjeenk Willink de politiek gewaarschuwd dat de kiezers het niet begrijpen als er nu niet snel een kabinet komt. Kok legde net uit waarom de koningin hem heeft aangewezen. Eén reden houdt rechtstreeks verband met het feit dat de Partij van de Arbeid-fractie de grootste is en bovendien een fractie die tot nu toe heeft aangegeven regeringsverantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan, respectievelijk ook geen coalities met andere partijen te willen blokkeren of te moeten blokkeren. Tweede reden is gelegen in het feit dat de financieel-sociaal-economische paragraaf en in het bijzonder de voorbereiding van de begroting 1995 ook een grote mate van ingewerktheid vraagt. En het komt zo uit dat die twee factoren elkaar, die twee overwegingen elkaar versterken. De benoeming van Kok is een grote verrassing. Eerder vandaag bracht zijn voorganger, Tjeenk Willink, diens eindverslag uit aan de koningin. Hij adviseerde een VVD-informateur te benoemen, maar waarschuwde de partijen vooral om nu eens in beweging te komen. Het is op dit moment dringend nodig dat er een doorbraak plaatsvindt in de padstelling die is ontstaan. Waarom? Omdat het deze padstelling de politiek volstrekt ongeloofwaardig maakt. En het tijd wordt dat met name politici hun verantwoordelijkheid nemen. Deze uitspraak van Tjeenk Willink leidde een bijzondere dag in. Een dag van vooral koninklijke consultaties. Aan het einde van de middag gaat PvdA-leider Kok voor de tweede keer bij koningin Beatrix langs. Op het paleis zijn dan ook al vicevoorzitter Scholten van de Raad van State en ex-informateur Tjeenk Willink. Vanochtend adviseerde Tjeenk Willink de koningin om een VVD-informateur te benoemen. Die zou dan moeten onderzoeken of er toch niet een meerderheidskabinet te formeren is. Het eerste punt is dat alle partijen opnieuw tegenover mij hebben verklaard dat ze een meerderheidskabinet willen. En dat daarvoor geen programmatische of andere belemmeringen aanwezig zijn. Niettemin heb ik tot nu toe althans moeten constateren dat er geen meerderheidskabinet te vormen valt. Eigenlijk is de heer Kok de enige die feitelijk geen blokkades opwerpt. De koningin vroeg daarna de 4 fractievoorzitters wat zij van Tjeenk Willinks advies vonden. D66-leider Van Mierlo adviseerde om een informateur eerst een geloofwaardig en toegankelijk sociaal-economisch stuk te laten schrijven. Aan de hand daarvan zouden partijen dan een akkoord kunnen sluiten. Volgens Van Mierlo is er nu even tijd nodig voor bezinning. Vooral het CDA moet duidelijkheid geven. Als de heer Brinkman de moed heeft om te zeggen: ik heb gewoon geen zin meer om met de Partij van de Arbeid te regeren. Dan is er een duidelijkheid geschapen. Gewoon geen zin meer. Niet van geloofwaardig van de verkiezing. Nee, gewoon politiek geen zin. Dat zou de eerste keer trouwens zijn dat het CDA met een hele duidelijke uitspraak zou komen. Want meestal wordt altijd wel iets gezegd van het kan niet om die reden of het kan niet om die reden. Maar de enige reden die ik nog kan bedenken nadat hij dit gezegd heeft, is alleen maar dat hij geen zin heeft. De koningin hoopt nu dat PvdA-leider Kok de bijna onmogelijke formatiepuzzel weet op te lossen. Het grootste probleem van de nieuwe informateur Kok ligt op sociaal-economisch terrein. Daar zijn de verschillen tussen de partijen het grootst. De oneenigheid daarover blokkeerde tot nu toe de totstandkoming van een paars kabinet van PvdA, VVD en D66... en van een centrumrechtskabinet van CDA, VVD en D66. Het gaat dan telkens in feite om de eisen van VVD-leider Bolkestein. VVD-fractievoorzitter Bolkestein kwam op de laatste zondag in juni met zijn eisen. Het paarse kabinet mislukte daardoor. De VVD wilde extra bezuinigen op de WAO, op de WW en op de koppeling van de uitkeringen aan de lonen. Het kabinet Lubbers-Kok kwam met een strengere WAO, maar de VVD wil afspraken maken over een nog strengere wet. De VVD wil dat mensen pas na 5 jaar werken in aanmerking komen voor de WAO. De PvdA wil de wet nu niet veranderen. Dat moet hooguit als het aantal WAO'ers over een paar jaar niet fors daalt. Voor het CDA zijn veranderingen wel bespreekbaar. En dat geldt ook voor D66, maar deze partij wil eerst de huidige WAO een kans geven. De VVD wil ook een strengere werkloosheidswet, omdat er te veel mensen aan de kant staan. Volgens de VVD worden mensen onvoldoende gestimuleerd om werk te zoeken. Strengere eisen werken prikkelend volgens de VVD. Na strengere eisen wil de VVD een kortere duur van de WW-uitkering, van maximaal 2 jaar. De PvdA wil wel strengere eisen, maar geen kortere duur van de uitkering. Ook bij het CDA zijn strengere eisen bespreekbaar. En dat geldt ook voor D66, maar deze partij wil net als de PvdA de duur niet veranderen. Ook de derde eis over de koppeling dreef de partijen uiteen. Als de lonen stijgen, mogen de uitkeringen ook omhoog. Maar dat gaat niet door als er te veel mensen met een uitkering zijn ten opzichte van het aantal werkenden. Daarom wil de VVD de uitkeringen 4 jaar bevriezen. Alleen AOW'ers zien hun uitkering voor 50% meestijgen met de lonen. De PvdA wil jaarlijks proberen of de koppeling helemaal door kan gaan. Het CDA bekijkt het ook jaarlijks, maar dat komt volgens de partij waarschijnlijk neer op 4 jaar bevriezen. D66 wil dat de uitkeringen slechts voor de helft meestijgen met de lonen. Informateur Kok moet nu de verschillende partijen op één lijn zien te krijgen. PvdA-leider Kok informateur, dat had vanmiddag niemand kunnen bedenken. De adviezen aan de koningin waren uiteindelijk zo verdeeld dat zij een geheel eigen weg uit de formatie Kluwe koos. Over de opdracht van Kok zullen de meeste grote fracties het wel eens zijn. Dit is een brede opdracht, gericht op het binnen een termijn, zo kort mogelijke termijn, realiseren van het opschrijven van een regeringsprogramma op hoofdlijnen. Niets is uitgesloten. Niets is uitgesloten, dat betekent dat deze oefening, het opschrijven van een programma, het voorleggen van dat programma aan de 4 fracties, in beginsel kan leiden tot alle meerderheidscoalities die maar denkbaar zijn. Het is nog onduidelijk waar Kok zich op gaat baseren bij het schrijven van dat programma. Van een PvdA-leider kan moeilijk verwacht worden dat hij al te scherpe bezuinigingen in de sociale zekerheid voorstelt, zoals de VVD dat bijvoorbeeld wil. Toch denkt Kok dus, hij zei het net, dat alle uitkomsten mogelijk zijn. Verslaggever Kees Booman sprak een kwartier geleden na afloop van de persconferentie met de kersverse informateur. Meneer Kok, hoe kwetsbaar is eigenlijk die opdracht van u voor uzelf? Er zijn altijd risico's aan verbonden. Maar het belangrijkste is dat de koningin na de adviezen van de 4 fractievoorzitters heeft vastgesteld dat ze zeer uiteenlopend zijn. Dus iedereen moet nu inleveren, ook de PvdA-fractie. En daarnaast is er een gevoel van urgentie. Er moet snel duidelijkheid komen over de vraag waar we met Nederland naartoe willen. En we willen allemaal, als het even kan, een meerderheidskabinet. En nu heeft de koningin aan mij gevraagd om een programma op hoofdlijnen te maken, wat daarvoor de basis biedt. En dan vind ik dat de kwetsbaarheid die er altijd aan vastzit, daar niet opweegt tegen het belang van het nu snel duidelijkheid geven. Maar het doel van u is een regeerakkoord te schrijven, om welke partijen daar enthousiast voor te maken? Het doel is om een ontwerpprogramma op hoofdlijnen te maken met een nadruk op het financieel, sociaal, economische, waarbij geen uitkomst op voorhand vaststaat. Het is dus niet zo dat dit programma wordt toegeschreven op een bepaalde combinatie. Het wordt aan 4 partijen voorgelegd en dan zullen we aan de hand daarvan zien welke combinatie, welke meerderheidscombinatie dat programma kan uitvoeren. En als al die partijen zeggen, wij vinden dat toch niks wat u opgeschreven hebt, wat dan? Ja, dan heb ik het slecht gedaan. Dan bent u buitenspel. Als ze het allemaal slecht vinden, heb ik het slecht gedaan. Als ze het in meerderheid toch wel redelijk vinden, al dan niet na amendering, dan hebben we misschien een goede basis voor een formatieopdracht daarna. Hoeveel tijd geeft u uzelf? Een kleine 2 weken. Het stuk dat Kok dan op tafel legt moet beoordeeld worden door de 4 fractievoorzitters, hij zei het zojuist. En die mogen dan zeggen of ze op basis van dat stuk willen gaan regeren. Dat moet dan op de inhoud beoordeeld worden en niet meer op basis van de verkiezingsuitslag. Want dat dreigt in het land even onregeerbaar te maken. Informateur Kok begint vanavond al met zijn nieuwe karwei. Het is nog niet bekend wanneer hij met zijn collega-fractievoorzitters echt om de tafel gaat zitten.